verstaan niet bij Emil Seipgens, de schrijver van Shinran is de opera poef, die enkele in de 7 jaar ten tonele werd gebracht. In mei is het weer zoiets, maar de cast is al maanden aan het repeteren en wat een werk te verrichten. Veel waren er bij en gunnen ook een kiekje achter de schermen. Vanaf nu bij Fox het Shinran Journaal. Helaas is mijn dag bezig, maar de meeste van u kennen haar van dezelfde gewenste als 6 jaar geleden. Nu is het er alles. Hallo. Ja, ik ben Kerk, ik kreeg dus net mijn naam op. En ik kleuter dit in de handen. Nee, ik ben Peter Vos, 37. Getrouwd met z'n 2 kinderen. Heel veel gezongen. Ik leef bezig met scenische stukken, maar ik doe nog... oratoriums, missen, andere concerten. Maar operette doe ik heel veel. Opera's gedaan, Opera Zuid, een paar rollen gedaan. En ja, ik voel me een eer om hier te mogen zitten om Shinran te proberen te spelen. En het volgend jaar Zwart Peter, Heren Belkens. Maar ik heb er echt wel zin in. En ik zal ook stevig aan de leiding gaan komen. Want, ja. Maar ja, ook nu zien naar zal de schoonvader moeten spelen. En dat zal ik een beetje gemakkelijk maken. Nee, ik heb hem een mailtje gestuurd. Die heeft dat gezien uit de Fox. Maak ik niet bang, ik zal het niet in de nek krijgen, want ik weet waar het is. Want ik heb ook 2 keer Shinran gespeeld met een schoonvader achter in de nek. Die ook Shinran gespeeld heeft. Dus voor mij. Dus nee, daar mogen we niet van maken. Dat is geen enkel probleem. Eigenlijk dit beurt is jouw hoofd weer de heks. In eerste instantie en in tweede instantie ja, ben ik eigenlijk een van de weinige kerels die hier 2 zonen hebben gepaard. Dat is dezelfde naam hoor. Oh, dat is dezelfde naam hoor. Dus. Erik Stevens. Ja, veel keer heb ik binnengewerkt als Mephisto. Ik heb dat ding niet op wat grote door Amers uit in de of zo dat het een eerlijke auditie was. Echte Berg van Loduk, één naast. Heel veel bekende gezichten te zien. En ik verheug me weer op het circ. Jongens, allemaal succes. Schout, Patrick. Ja, ik ben heel blij dat je rol weer kunt doen. Het is voor mij ook een dag om toch weer anders te spelen dan 7 jaar geleden. Ik doe het heel keer, maar samen als rover, koor. Ik vind het ook heel leuk. Dankjewel. Bart Vergoosen en Patrick Bastins. Het is geweldig dat ik Roei Driekbachse in ben voor de eerste uur bij. En ja, dat is dus toch wel erg leuk. Ik ben in een erg warm nest gekomen, heb ik het idee. En samen met u als Ruivers en Ruiverinnen hoop ik er een geweldige productie van te maken. Ik sloeg heel veel bij aan. Ik hoop dat we samen een dubbel van goed kunnen vervullen. En we hebben er echt heel veel zin in. De rol van de aanvoerder van de Bokkenrijks, die hadden we toebedeeld aan onze gitaarspelende solist, maar ik zie Frans de Steegs. Jawel. Als ik me presenteerde, presenteerde ik me altijd geen zo'n beetje als troubadour. Dat liedje wat ik dan wil zingen, dat sloeg er helemaal mee aan en ik hoop er iets heel leuks van maken. Hadden in de vorige Shinran 1 rol voor Mephisto. Wij hebben
deze rol iets wat veranderd, vervormd. En komen nu in plaats van de rol van Mephisto komen twee Mephista's, de goede kant en de slechte kant, naar voren. En deze rollen worden vervuld door Henny Bergen en Monique Jansen. Ik heb auditie gedaan voor de Duval. Ik dacht, ik heb het goed niet aan gezet. Ik heb het zo goed gedaan, zo overtuigend dat ik Engel moest spelen. Dus de rol van Clementine zei ik wel Emmy. Ja, ik vind het heel eer. Ik vind het heel spannend. Ik vind het echt zo wel leuk. Ik heb het wel heel erg gezellig. Gewoon lekker slecht en uitdagende vrouwen liggen aan de lang. Ik wil nog één ding zeggen. Hier staat een hoofdrol en daar zit een hoofdrol. Veel als bestuur, en dat wil ik niet heel veel zeggen, al een compliment aan dirigent, maar vooral aan Bug, maar we hebben net even kunnen horen wat ik in de periode dat ik genoeg geoefend heb, al gepresteerd heb. Dat is een heel groot compliment en ik denk dat we een geweldig goed kunnen geven. De regisseur met een kennis. Ik freu me een zo grote aantal van koor te zien. Ik freu me ook die schöne stemmen, dank van Wim, der met euch nu schon einige Wochen probiert hat, zu hören. Hier nicht, ab und zu komme ich immer mal und höre mal, wie hier gesungen wird. Ich verstehe ein kleines bisschen davon. Denke mir, macht so weit. Wir werden eine super Veranstaltung, einen super professionellen Schinderhans machen. Es wird ein bisschen modernisiert, wie gesagt. Es wird ein bisschen mehr Technik gemacht und alle diese Dinge. Aber das werdet ihr dann kennen und erleben. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich im März anfangen kann. Wir haben eben den ersten szenischen Termin ausgesprochen. Ist der 20. März. Da beginnen wir. Und dann wird es bis Mai dann soweit sein. Dann haben wir gute 2 Monate, wo wir intensiv arbeiten können. Und ich freue mich schon darauf. Danke. Een nieuwe rol bij Sjenderhannes. Wat hield het in? Ze gaan nu een rol schrijven voor beschermengel voor Sjenderhannes. Is de tegenhanger van de duivel en Mephisto. En die rol moet ik gewoon vertolken. Ja. En daar heb ik gehoord ook auditie gedaan voor een heel andere rol, hè? Ja. Ja, ik heb auditie gedaan voor de rol van de duivel. Ik heb me waarschijnlijk niet zo overtuigend gespeeld, want ze hebben me de rol van engel aangeboren. Dus dat is eigenlijk wel komisch dat ik een totale tegenhanger moet gaan spelen. Wie dat hebt al met gedaan aan Sjenderhannes? Dit is de tweede keer dat ik mee doe met Sjenderhannes. Dit jaar doen mijn kinderen met. 7 jaar geleden woon ik van mijn middelste dochter in verwachting. Wie voor met de repetities begossen. Dus het is wel heel bijzonder dat mijn dochter nu metspeelt. Oh, wat leuk dat die kinderen met doen, zeg. Ja, dat is ook erg leuk. Dat scheelt ook oppas en dergelijke. En dan kunnen ze samen een passie delen. En groot familiefeest. Ja, dat is zo. De mannen die zorgen dat toes alles rilt en zeilt. En mijn 2 dochters en ik, die gaan de bühne op. Jij gaat ook meedoen, hè, met Sjenderhannes? Ja. Vind jij leuk? Weet ik niet. Nee, daar kun je inderdaad nog niks van zeggen. Maar je bent wel alles bij de repetities geweest? Ja, toen ik in de buik van mama zat. In de buik van mama? Was dat 7 jaar geleden? Ja. Toen heb je meegedaan aan Sjenderhannes? Nee. Ja, in de buik van mama. Ja. En jij gaat ook meedoen? Ja. Vind je het leuk? Ja, ik denk het wel. Heb je ook al iets gezien van Sjenderhannes? Weet je een beetje waar het over gaat? Ik snap het niet helemaal, maar ik heb het wel op televisie gezien.